Vlak na het aanstellen van Fons Groenendijk als nieuwe hoofdtrainer bij ADO Den Haag werd ook Dirk Heese vastgelegd als assistenttrainer. Rob Blankenstein praat met de oudspeler van ADO. Dirk, ruim weer een week werkzaam bij ADO Den Haag. Voelt het vertrouwd? Ja, maar dat moet ik eerlijk zeggen, had ik na de eerste twee dagen al. Er zijn natuurlijk nog best wel mensen waar je samen mee gewerkt hebt. Of, je kent de club en je bent door de jaren nog wel eens geweest. Dus het is allemaal niet zo moeilijk, hè? Dus mensen moeten het ook niet zo moeilijk maken. Wat ook anders is, destijds het Zuiderpark, nu het Kyocera Stadion. Ik neem aan dat je al een keer geweest was hier in het Kyocera Stadion. Hoe anders is dat? Ja, dat is wel heel anders. En hier ligt ook nog eens een keer kunstgras, dus dat is een wereld van verschil. Ja, ik heb eigenlijk alleen maar in het oude Zuiderpark gespeeld natuurlijk. Dus dit is natuurlijk wel zoals het hoort en veel moderner. En ik denk ook voor je supporters en voor je sponsoren en voor het ontvangst van je tegenpartij. Ja, dan is dit wel een fantastisch mooie vooruitgang. In jouw actieve periode, ruim 25 jaar geleden, was de mentaliteit ook anders van spelers en dergelijke. Henk Vreese praat dan over de Z-generatie, de zachte generatie. Kun je het met hem eens zijn? Nou, ik snap wel wat Henk bedoelt. Mentaal zijn sommige jongens in deze tijd wel anders dan dat wij waren. Wij konden wat meer van elkaar hebben, we konden wat meer van elkaar eisen. En we konden ook meer zeggen tegen elkaar, met name het zeggen was heel erg belangrijk. Ja, en daar moet je anders mee omgaan, maar zo is het nou eenmaal. En dan kan je wel zeggen, ja, vroeger was alles anders en beter, maar dat is ook niet zo. Wat is dan wijsheid in dit geval? Is dan de directe wijze of de directe benadering een manier om die spelers te benaderen of zeg maar de zalvende manier? Nee, ik vind niet dat je moet zalven, maar ik vind wel dat je moet meedenken, ook met hun. Maar je moet wel duidelijkheid geven en je moet wel strikt zijn. En ik denk wel dat wij dat voor elkaar kunnen boksen. En dan is het hopen dat de jongens van tegenwoordig dat op gaan pakken. Je komt in een hele moeilijke situatie bij ADO Den Haag wat dat betreft. Juist van jou, omdat je altijd een speler was die ook zeg maar verbaal behoorlijk aanwezig was. En ook iets afdwingt bij mensen. Dat wordt ook van jou verwacht, denk ik, bij de huidige groep. Nou ja, dat zijn onderdelen die goed bij me passen en dat moet ook gebeuren. En inderdaad, we hebben gemerkt dat deze ploeg dat zeker nodig heeft. Dus we gaan dat proberen in de training mee te geven. Hebben we al gedaan. En ze zullen dat op een gegeven moment wel zelf op moeten pakken. Je kan het natuurlijk, en we blijven het ook zeggen, maar het zal eens uit je eigen mond moeten komen. Want wij kunnen niet vanuit de dugout een wedstrijd weg blijven coachen, dat gaat niet. Even terug naar vorige week zaterdagavond. Groenendijk zei dan in de media van ik ben geschrokken. Hoe erg ben jij geschrokken? Nou ja, ik heb mijn eigen wel eens beter gevoeld, dat moet ik eerlijk toegeven. De momenten dat we hier donderdag, vrijdag getraind hebben, had ik niet het idee dat wij zaterdag zo zouden gaan spelen. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin viel het nog wel mee. We kregen wel een hele grote kans, go ahead, vond ik. Daarna krijgen we zelf een fantastische kans met Guillaume. Ja, en eigenlijk moet je die afdrukken en dan krijgen we misschien de bibbers. En, ja, uiteindelijk krijgen wij die weer. Ja, en dan krijgen we 2-3 goals tegen. Ja, dat mag gewoon niet. Ik zie op het veld zojuist ook veel met spelers praten. Met name ook de verdedigende spelers, zeg maar. Wat is dan jouw visie om dat over te brengen richting bijvoorbeeld een aanstaande zondag? Ja, je moet die jongens gewoon helpen. Kijk, dat is al 100.000 keer verteld. Maar als jij 18 wedstrijden gespeeld hebt en je hebt er 15 verloren, ja, dan blaak je niet van zelfvertrouwen. Zo simpel is het. Nou, dat is iets wat wij zo snel mogelijk moeten proberen die jongens mee te geven. Nou, dat kan je enigszins krijgen door dat je start. Je start in de basis, dat kan vertrouwen zijn. Maar het kan ook een keer een positief resultaat zijn. En wat wij met name op de trainingen willen doen, is de jongens handvaten meegeven. Zoals wij denken dat wij de tegenstanders moeten bestrijden. En dat in samenwerking met hun. En dat maar elke keer terug te laten komen. Om daar gewoon een automatisme voor de jongens in te maken. Ik heb ook iets van jou gelezen, een uitspraak van. Want je bent natuurlijk assistent geweest onder Floyd Hasselbaink bij QPR. Dat daar toch qua trainingsarbeid meer geleverd wordt als hier in Nederland. Met andere woorden, het is meer no-nonsense. Men gaat daarvoor, men gaat niet in discussie en dat soort zaken. Nee, dat sowieso niet. Maar ik ben het met je eens, dat klopt. Ik weet niet, ik had ook een stukje gelezen over Wijnaldum. Die had het over het onderhouden in Nederland. Ik weet niet of dat altijd het geval is. Maar ik weet wel dat het tempo
in de wedstrijden, maar ook in de trainingen wel laag ligt in Nederland. Maar het is ook niet voor niks dat, ik heb dan in de championship gewerkt, maar dat is de vijfde competitie van de wereld. Ja. Dus dat zegt wel iets over dat ook. Dus je mag het ook niet allemaal vergelijken, maar ik denk wel dat wij stappen kunnen maken in Nederland door het tempo wat op te gaan schroeven. Afrondend, komende zondag komt Feyenoord op bezoek. Adelaar heeft altijd een goed record hier thuis tegen Feyenoord. Waarom gaat dat zondag weer lukken? Omdat wij gaan proberen om de jongens zo goed mogelijk te prepareren. Nou, dat hebben we al gedaan. Het gevoel moet omhoog. En je moet gewoon je afspraken nakomen. En dat is voor ons al heel erg belangrijk.